een sensationele Carlos Sainz pakt pole position door het circuit van Mexico. En daar waren misschien, bijna iedereen had gehoopt op een pole positie van Sergio Perez. Start die toch ietsjes verder achteraan. Goed, daar hebben we het talelijk over. Max Verstappen doet het aardig knap met een P2 terwijl hij bijna geen rondes gereden heeft dit weekend. En daarachter ja, wordt het sowieso vechten om die eerste bocht. Want daarachter vindt hij Lando Norris en Leclerc. Er gebeurde heel veel, want ook nog de right of review die McLaren had aangetekend. Het protest is Gewezen. We hebben een heel spraakmakende strol. We hebben Helmoet Marco die iets loslaat over Franco Colapinto. En er gebeurde nog veel meer. Een goede zondagmorgen als je deze video kijkt. Mijn naam is Joris Mosserdijk. Wij bevinden ons momenteel nog in het holst van de zaterdagnacht. Terwijl we deze video met Aaron Dekkers opnemen. Uh, Aaron, uh, vorige keer zagen we al in de video van vrijdag. Dat het binnen 10 minuten bij jou in één keer heel donker werd. Dus we gaan een beetje maar meteen met de tempo beginnen. Doen we natuurlijk met in eerste instantie even McLaren, ride right of review. Die is afgewezen. Het team heeft erop gereageerd. Die waren, neem ik aan, teleurgesteld. Ja, nee, dat klopt. Die waren inderdaad teleurgesteld. Van de andere kant kun je wel meteen stellen, ook eigenlijk wat we al de afgelopen dagen daarover al hebben gezegd en geschreven, dat er weinig kans van slagen was überhaupt voor deze ride right of review. En ja, dat ligt eigenlijk vooral in het feit dat de ride right of review bedoeld is voor een team. Om eigenlijk echt met een nieuw bewijs te komen in een zaak waarvan je echt denkt, oké, okay, hier hebben we echt iets waarvan we kunnen echt gaan zeggen, de PIA, jullie zitten ernaast de steward, jullie hebben het zeg maar niet begrepen en dat komt door dit en dit element wat jullie over het hoofd hebben gezien. Of op dat moment dat jullie de beslissing namen niet in handen hadden. Ja, de afloop van de race werd dit ook aan de teambaas Andrea Stella gevraagd, gaan jullie gebruik maken van een ride of review? Nee, nee, gaat niet gebeuren. Daarna gebeurt het wel. En dat is natuurlijk ook wel typisch McLaren. Want we hebben het er wel eens over dat... Uh, ...Christian Horner en Helmut Marco zeg maar... ...niet duidelijk is wie nu de echte basis is. welk vlak ook bij Red Bull. Best pak is daar onduidelijkheid over op het moment. Nou, zo is het bij McLaren ook wel. Want we hebben natuurlijk ook Zach Brown. De CEO van het team en de, de hele McLaren groep. Ja, die lijkt de laatste tijd behoorlijk wat te pushen. Ook vooral in de media. Vooral wat prikjes uitdelen links en rechts. En dan lijkt ook een beetje vanuit hem te komen... ...ja, om uh, uh, dit eigenlijk... Dit, soort van protest in te dienen. Waarbij eigenlijk de kans voor slagen heel laag was. Gisteren gaven we natuurlijk wel aan dat de sportief directeur. binnen dat hij. Ja, het eigenlijk al verplicht is. ook weer van de andere kant op het wel te doen. Maar eigenlijk zullen ze er allemaal al vanuit zijn gegaan. Ja, dat het niet zou gaan lukken. Dat het gewoon uh, geen kans voor slagen had. En dat bleek ook zo te zijn. En vullend daarop, want er was natuurlijk ook een driversmeeting. Uh, nog na afloop gisteren van de vrijdag. Dat gaven we gisteren ook aan. Nou, ook daarin is wel duidelijk naar buiten gekomen dat er veel over de actie van Max Verstappen en Norris is gediscussieerd. Dat de conclusie was, nou ja, liefst zouden we net als in Oostenrijk eigenlijk hebben dat er dus een stuk grind weer komt te liggen. Dat maakt het leven allemaal heel veel makkelijker. Dan kun je ook niet meer zo makkelijk buiten om inhalen, omdat je al weet, dit kan wel eens fout gaan. Maar ja, dat is weer een schaak die heel moeilijk ligt voor de circuits. Die moeten meer investeringen maken, daar hebben zij geen zin in. Dus ja, dat zal een, leed een beetje... Ja, cirkel zijn die blijft draaien. Wie gaat nu dadelijk in één keer zeggen, ik ga die cirkel doorbreken en ik ga net als in Oostenrijk wel dat geld neerleggen en die investering is mij het wel waard. Nou, dat ligt een beetje verder weg. De vier neemt het echt een beetje in eigen handen na het gesprek gisteren met de coureurs, omdat de coureurs ja, constructief constructie, hebben meegewerkt en eigenlijk allemaal aangaan van oké, okay, misschien kunnen we links en rechts nog een klein beetje details aanpassen aan de regel. Uh, laten we daarover gaan spreken. En dat gaat men ook doen. Uh, waarschijnlijk in Qatar, dat men daar het weer over gaat hebben. Dat misschien de FIA-bal met een voorstel gaat komen. Maar ja, in ieder geval wel goed om te zien dat de FIA, de steward en de coureurs het een keertje met elkaar eens zijn. Ook de coureurs om daarmee af te sluiten. Gaven gisteren aan. Jullie hebben eigenlijk wel een heel moeilijke job. En dan staat er natuurlijk ook scheidsrechters dat er het voetbal wel hebben. Het mooie is, het is ook al lang geleden dat er natuurlijk weer een Max Verstappen-regel is geïntroduceerd. Dus het zou ook langzamerhand weer tijd worden. Uh, de vrijdag begon natuurlijk, of de zaterdag moet ik zeggen, begon natuurlijk al een beetje rumoerig voor Red Bull. Uh, we kregen al de melding dat ze de curfew, de avondklok, hebben verbroken. Nou, dat mag je als team een x-aantal keer doen in een, uh, in een jaar. Dit was de tweede en laatste keer dat dat zeg maar uh, uh, zonder problemen gedaan kan worden. Bij de volgende keer volgt in ieder geval wel een sanctie. Reden, ze hebben een nieuwe motor in de pool gezet van Max Verstappen. En goed, je hebt natuurlijk, als je de training en de kwalificatie hebt gezien, dan weet je het al, maar moet je dat gemist hebben? In ieder geval, het zorgde niet voor een gridstraf, want het was gewoon een motor die al in de pool zat, alleen wel een nieuwere variant. We voorspelden het hè? al een klein beetje gisteren: Ferrari kwam ja, niet per se een, als een duveltje uit een doosje, want ze waren heel sterk. Maar dat ze zo oppermachtig en dominant zouden zijn met, uh, dat verraste denk ik, vriend en vijand. Dan hebben we Carlos Sainz op pol. Zijn teamgenoot Leclerc staat op P4. En uh, de mooiste uitspraak is dan ook dat Sainz zegt... Ja, ik heb zin om die pol te verdedigen richting die eerste bocht. Dan hebben we die eerste bocht waarvan we weten... dat je op pol eigenlijk niet per se wil staan. Tenzij je start magistraal is. Dan hebben we een Sainz die rekening moet houden met de Verstappen. Die Verstappen wil Sainz pakken met achter hem uh, Norris. En Norris heeft ook Leclerc in zijn nek eigen. Wat gaan we daarvoor uh, voor iets uh, spectaculairs krijgen... Ja, als we dat maar eens wisten. Hè? Nee, daarvoor schakelen we natuurlijk allemaal naar de DB om dat te gaan zien morgen. Ja, geen idee, want hier kan echt alles gebeuren. We hebben al zoveel hier gezien op dat lange rechte stuk. Uh, ja, waar natuurlijk de slipstream ook in 90 een heel grote rol speelt. Al meteen daar bij de start. Ja, van alles kan gebeuren. Zoals gezegd, dat hebben we in het verleden ook vaak genoeg gezien. Uh, interessant wel dat we nog met Max Verstappen na afloop spraken in de Nederlandse sessie. En hij gaf aan van, nou ja, ik ga in eerste instantie natuurlijk wel gewoon. Mijn eigen race rijden en zoveel mogelijk en uithalen. Het is niet dat mijn ogen al gericht zijn uh, ja, op Lando Norris. Nou, Carlos Sainz en bij Ferrari zijn ze zeer optimistisch. Zeker Carlos Sainz. Ook dat natuurlijk aangehaald. Vorige week had hij wat problemen met de brandstof. Daar denk ik niet dat hij daar maximaal heeft kunnen presteren. Dus ik denk dat hij ja, zeker wel morgen de grote favoriet is. Van de andere kant gaf Leclerc aan van ja, ja uh, laten we vooral Max Verstappen zijn racepeest nog eventjes niet uitsluiten. Want die hebben we eigenlijk nog niet gezien door de problemen die hij heeft. Dus Leclerc ja, die houdt nog een slag om de arm. Ja, McLaren kwam in één keer natuurlijk op vrijdagochtend al heel sterk opzetten. Of uh, zaten de ochtend, deze ochtend voor de quali. Werden ze dus al behoorlijk sterk. Nou, Max Verstappen vond dat ze al op vrijdag ontzettend goed waren in de race. -space. Dus hij heeft zoiets van al. Die McLaren zijn denk ik wel heel goed. Nou, Jast, die staat natuurlijk veel te ver naar achter. Maar Norris in dat geval, ja, die staat er goed op. Ja, en dan schuift eigenlijk iedereen dus een beetje elkaar de favoriete to rol ro toe, wat dat betreft. En zijn wij dus de grote winnaar als het goed is. Dus wat dat betreft. Ja, wel interessant om te zien. Uh, daarachter trouwens die mercedes reus, Ook die kwamen nog met een goede quote. George Russell zei al: Weet je wat ik ga doen? Morgen zit ik in de cockpit. Pak ik een goede een bak popcorn erbij. En ga ik dus gewoon kijken wat er voor mij bij de start gaat gebeuren. En daar probeerde Mercedes natuurlijk ook mee aan te geven. Ook Hamilton wel van: Ja, wij rijden gewoon onze eigen race. We komen veel te kort voor die eerste zes auto's. Ja, in dit geval vijf, doordat Piastri er niet voor staat. En uh, Perez natuurlijk ook niet. Dus wat dat betreft zijn er maar vier voor ze. In ieder geval eigenlijk uh, ja, McLaren, Ferrari, Red Bull die in theorie sterker zijn dan Mercedes. Daarachter weer een groot kal. Dus Mercedes zit een beetje ja, in het niets en uh, dat weten de twee coureurs ook. Mercedes kan wel lekker gaan strijden, want beide Haascoureurs en natuurlijk ook niet te vergeten uh, de, de, de magistrale Pierre Gasly, die op een of andere manier zijn Alpine onder controle heeft staan bij. Dus daar kan hij lekker mee gaan vechten. Moeten we het nog heel even hebben op een momentje, vlak voor de, grand, of de kwalificatie. En toen werd Helmut Marco, de rebeladviseur, die werd geïnterviewd. En die zei heel kort: jongens, wat verwacht je precies van de kwalificatie? En zijn quote was. Voor Verstappen is de tweede startrij realistisch. Dat zou prima zijn. Alleen ons grootste probleem is dat we de banden niet echt onder controle kunnen krijgen. En vervolgens zei hij... Wat Peres betreft zou ik al blij zijn als hij Q3 haalt. Nou, uh, je weet waar ik naartoe wil. Een van zijn slechtste kwalificaties weer dit jaar. Uh, hij komt niet eens door Q1, een P18. Ik heb hier een mooi lijstje met, uh, van de huidige coureurs. Die rijden de meeste coureurs met de meeste Q1-exits op dat lijstje staat Perez momenteel op vijf. Dus dat wil zeggen dat hij nog uh, net onder Magnussen, Gasly, Ocon, Bottas en Joe staat. Maar kijk even naar de namen. Jukic, Snowden en Lance Stroll die hebben minder Q1-exits dit jaar. Ja, uh, ja uh, ik hoop dat jij nu gaat vertellen dat het morgen helemaal goed gaat komen. En dat die jongen zijn hele contract verdedigt. En uh, dat hij morgen een verlenging tekent tot 28 of zo. Of, of, maak er maar iets positiefs van, Aaron. Want mij lukt het niet meer. Nee, dat kunnen we inderdaad niet doen. Dat, dat zal echt niet gaan lukken. Ik bedoel, ja, hij gaf wel aan dat, het inderdaad, dat hij niet goed de, de bochten aan kon vallen. Dat hij wat problemen had met de remmen. Maar ja, dat verklaart natuurlijk nog niet het grote verschil. Uh, ik denk dat Max Verstappen dat het ook wel duidelijk is dat Red Bull op dit moment echt niet de beste politie in handen heeft. Dus ook dat maakt het niet makkelijker voor PS. Gaf Verstappen ook wel aan. Het is gewoon een heel lastige auto die we op dit moment in handen hebben. Ja, het verschil ja, dat kun je niet verdedigen. Het is gewoon veel te groot. Dat weet Sergio Perez zelf natuurlijk ook als geen ander. Ik denk wel dat hij van tevoren nog meer druk voor zijn thuisrace heeft gevoeld. Dat gaat natuurlijk ook al niet helemaal lekker. Ja, en dan inderdaad is Helmoet Marko gewoon heel eerlijk. Zoals het eigenlijk ook hoort te gaan in de sport. ja, dit kan echt niet. Het duurt veel te lang. En ja, dan inderdaad komt het einde dan misschien toch in zicht voor, voor volgend jaar. En soms zijn er ook al speculaties natuurlijk. Of dat het al eerder gaat gebeuren. Dat Red Bull echt drastisch zou gaan ingrijpen. Van de andere kant kun je ook alweer afvragen. Ja, hoeveel zin heeft het nu nog? Want. Ga je daarmee de tweede uh, plaats in het constructeurskampioenschap uh, pakken? Dat zal denk ik al lastig worden. En ik denk dat de constructeurstitel eigenlijk al helemaal gevloog, uh, gevlogen is. Uh, Ferrari en zeker ook McLaren. Ja, Piastri heeft vandaag een half day. Die zal zich vast en zeker morgen nog wel opwerken. Ja, daar ga je ook geen punten meer echt op indopen. Uh, dus wat dat betreft, ja, nee. Weinig uh, optimisme voor Perez. Ondanks dat de fans hier nog helemaal lyrisch over hem zijn. hoor. Maakt niet uit waar die staat. Die roept echt alles bij elkaar wanneer hij voorbij komt racen. Dus wat dat betreft. Ja, uh, uh, heeft hij nog altijd wel de steun van zijn landgenoten. Het zou denk ik een beetje een utopie zijn als Red Bull Racing momenteel nog echt bezig is... met die tweede plek in het constructeurskampioenschap. Want we weten ook nu weer dat Ferrari uh, uh, op plek 1 en op plek 4 start. En zowel McLaren als Red Bull eigenlijk maar één auto in de top 10 hebben staan. Want we hebben er natuurlijk ook nog niet uitgebreid over gehad. Maar Piastri die vergalopede zich ook, raakte zijn tijd kwijt op track limits en vervolgens kon hij zich niet goed genoeg verbeteren. Ja, dit wordt gewoon een ontzettend lastig verhaal voor, uh, voor Red Bull om die P2 vast te houden. En de vraag is, wat ik al zei, of ze daar überhaupt mee bezig zijn. Ook nog wel even een, uh, een mooie. Um Voordat we naar onze jubilaris gaan van de Alonso. Met de verwachting, hè, want hij rijdt natuurlijk zijn 400ste Grand Prix. Um, dan even naar zijn teamgenootje Lance Stroll. Want ik heb er soort van, sinds de Grand Prix van Nederland. een soort gewoonte van gemaakt. om naar zijn mediasessie te luisteren. na de kwalificatie. En één ding is mij opgevallen: zijn uh, quotejes duren nooit langer dan 45 seconden. Terwijl sommige coureurs, ik weet bijvoorbeeld Danny Ricciardo, die lulde gewoon minuten achter elkaar. Uh, en iedere week is dezelfde quote van Lance Troll erin, die zegt: Ja, uh, eigenlijk is dit het minst competitieve weekend van het jaar. Uh, nou, dan verplaatsen we ons even naar de leuke kant van de garage. Fernando Alonso, Ja, die had zich toch misschien wel een iets leukere 400ste race voorgesteld. Want dit wordt waarschijnlijk gewoon een beetje treintje rijden. Zeker, en zie ik begon aan het weekend natuurlijk ook. Hè. Dus wat dat betreft viel zijn mediadag, waar ze inderdaad hem eh, een beetje wilden heren voor die 400ste Grand Prix. Viel hem in het water, ook vandaag. Redelijk kort in de mediasessie, Fernando Alonso nog steeds niet helemaal fit. Was wel redelijk optimistisch hoor. Hij had zoiets van, als ik mijn ronde niet had uh, hoeven af te breken wegens Tsunoda, had ik nog die top 10 bal in uit het Q3 gedeelte. En hij heeft ook wel zoiets na. Nou, ik denk dat ik morgen wel een beetje in gevecht kan met de Haas Zoals jij elkaar al aangaf. Alpine waarschijnlijk ook. Williams natuurlijk, met Albon. Uh, de de V-Carp-coureurs uh, die daar staan. Dus wat dat betreft. Ja, kijk, ik weet Alonso ook wel. Hij gaat niet mee strijden voor het podium. Maar dat was natuurlijk van tevoren bekend. Uh, maar hij weet dat hij wel gewoon een leuke race tegen moet gaan. Waar hij waarschijnlijk wel gewoon een beetje lekker kan vechten met, uh, met wat andere coureurs. Het zou me niks verbazen als wij, uh, als er natuurlijk geen hele gekke dingen gebeuren, maar goed, hè, blijft de formule 1. Dat wij na afloop van de Grand Prix van Mexico een 1-2 hebben voor Ferrari. En dan dat ene podiumplekje wat overblijft, is voor Max Verstappen. Um, is dat iets heel onrealistisch met wetende ook nog dat Norris ertussen zit? Of hoe, waar, waar zou jij voor gaan? De podium voor de Grand Prix van Mexico? Maar nou ja, ik denk dat het eigenlijk voor Max Verstappen wel heel moeilijk zal worden om hier op het podium te rijden. Uh, heel moeizaam weekend voor Red Bull natuurlijk. Met die eerste dag, weinig ronde kunnen rijden. Verstappen gaf af aan. Ik heb echt geen, geen idee waar ik sta met de race Van uh, Vanochtend heeft hij nog wel wat langere stints gereden. Maar ook daarin hij, ja, ja, toen was het circuit gewoon niet zo goed. Dus ook dat is niet eerlijk vergelijkingsmateriaal. Hij heeft echt geen idee waar hij staat. Kijk ook naar zijn kwalificatie. Ja, waanzinnig. Hè? Die eerste ronde wordt afgenomen. Dan moet hij in die tweede ronde. Ja, ga je toch in. Die, uh, dat gaf hij ook aan. In bocht 2. Je neemt toch net iets minder risico, hij zegt je verliest erdoor niet heel veel. Maar ja, een coureur die zo onder druk staat, dat is natuurlijk ook alweer ja, een heel groot verschil tussen hem en Perez. Hij doet het dan zo goed, hij weet gewoon als die, als die ronde fout gaat, ja sta je tiende. Dat is natuurlijk niet best en in dit, zeker in dit kampioenschap ja, weet je gewoon dat je moet presteren. Hij doet het dan wel, maar ik denk wel dat hij, en dat geeft hij zelf ook wel aan. Jullie weten niet eigenlijk hoeveel ik wel niet uit deze auto haal. Het is gewoon echt een heel lastig te besturen bolide. Dus, als ik naar Max Verstappen zijn woord ook luister, dat hij inderdaad zegt van nou: Norris in dit geval en Ferrari heel sterk met die race pace... Ja, denk ik dat Max Verstappen echt een wereldrace moet gaan rijden. Ja, om op dat podium te komen. Dus wat dat betreft, denk ik uh, nog altijd geen zekerheid. In mijn ogen, Carlos Sainz de favoriet. Uh, nou, Leclerc was niet heel optimistisch. Dus basis, op basis van zijn woorden zou ik dan ja, voor Norris en Leclerc gaan. Waar ja, Max Verstappen dan hopelijk het gevecht van hem uh, mee aan kan gaan. Maar het zal ongetwijfeld niet, uh, niet makkelijk worden. Voor het eerst sinds acht races zagen we niet de Leclerc en niet een Norris die de pole position pakte, Maar het was de teamgenoot van Leclerc, Carlos Sainz, die in ieder geval zijn pole, zijn zijn pole mag gaan verdedigen op die o zo belangrijke eerste bocht. Nou ja, ik voorspelde een 1-2 Ferrari en dan misschien nog... En verstappen erbij. Hij, Aaron zet misschien iets meer in op de McLaren en de Van Norris. Ook natuurlijk de vraag aan jou: wat gaat het podium worden van de Grand Prix van Mexico? Eh, zondagavond, Nederlandse tijd. Nou, dat in ieder geval weten in de comments. Het mooie is, Aaron, wij kunnen even lekker een beetje uitslapen. Hè? Hier in Nederland gaat de wintertijd in. Dus we kunnen daar lekker één keer de klok achteruit. Dus helemaal uitgerust gaan wij die race kijken. En helemaal uitgerust en hopelijk nog vol adrenaline van een hele goede race. Spreek ik jou ook weer morgenavond. Jullie bedankt voor het kijken. De hele dag vind je updates op RacingNews365.nl. En waarschijnlijk uh, rond een uur of uh, nou ja, maandagochtend, 8 uur, vind je weer een nieuwe video met Aaron. Aaron, ik spreek je morgen. Dankjewel. Doei doei.